Dit is het boek van groep 4a. Dirk de Draak reist de wereld rond. Dirk de Draak voelt zich alleen. Hij wil vriendjes maken. Maar hij kan niemand vinden, daarom gaat Dirkje op pad. Dirkje gaat naar een speeltuin. Daar zijn altijd vriendjes te vinden, maar deze keer niet. Dirkje voelt zich nog steeds alleen. Hij reist weer verder. Dirkje loopt langs een bos. Misschien zijn hier wel vriendjes te vinden. Ho, wat ziet hij daar? Een kevertje. Maar Dirkje struikelt en stapt er zo bovenop. Oh nee toch, hij reist weer verder. Dirkje hoort geluid uit een huis. Wat is dat? Is dat nou een feestje? Dirkje loopt het huis binnen en ziet meneer Piepie en Schiltje. Ze schrikken zich rot. Een draak in hun huis. Ze vluchten weg. Weer geen vriendjes. Dirkje reist weer verder. Dirkje ziet een zwembad. Misschien zijn daar wel vriendjes. Hij neemt een aanloop, plonst in het zwembad. Maar oeps, al het water is ineens verdwenen. Weer geen vriendjes dus. Dirkje Draak die verdriet zich. Hij loopt, hij loopt, hij loopt. Hij heeft nog steeds geen vriendjes. Wat ziet hij daar? Een raket. Dirkje wordt nieuwsgierig en gaat naar binnen. In de raket drukt Dirkje op een rode knop. De raket begint te bewegen. En vliegt zo de ruimte in. Dirkje is benieuwd waar hij nu weer terecht gaat komen. De raket landt op een paarse planeet. Huh, dit heb ik nog nooit gezien. Er zijn heel veel draakjes op deze planeet. Yes, eindelijk vriendjes.